mogen trekken. Ja, zeg. Zeg maar. Rustig. Nee, los. Nee. Naar buiten. Nee. Zo heb ik Bruggen het liefst, Bruinhoven. Ja, tegen het einde van uw dienst en zonder volk op straat. De stilte, jong. Die blauwe lucht en de morgenzon die al die gevels zo schitterend doet uitkomen. Jij niet? Als het niet heel de nacht met een combi hebben rondgetoerd. Ah, zeg, doe je dat dan niet graag? Zeg, nu met mij, je Versavel? De Steestraat nog? Ja, dat is goed. Hoe is het thuis? Met, weet je ook weer? Mireille? Ja. Dat gaat. Oei. Stront aan de knikker. Maar niet met haar, met haar ouders. Ze moeien zich te veel. Ja, veel te veel, hè? Uit compassie. Compassie? Hoe bedoel je? Ja. Achter 20 jaar is ze nu nog altijd niet verteerd dat ik een eerste dochter aan de naak heb geslaan. Maar ja, een gewoon agentje, stel je voor. Zeg, je hebt toch een goede staat van dienst, hè? Oh, dat telt niet. Kan ik al minstens een kipie met een hoop zilver moeten... Stop eens. Wat? Daar, bij Vrooman. Een bijoutier? Daar ligt dat precies niets meer in de etalage. Maar dat kan toch in het weekend? Ja, tegenwoordig hebben ze allemaal een alarm en kunnen ze een ander laten liggen. Ik ga eens kijken. Zeg, niet te lang, brigadier. Het is zondag. Zo graag op tijd binnenrijden. Zien. Verdomme, het is niet waar. We hebben prijs, hè. De winkel is helemaal leeggehaald. Er ligt alleen nog wat glas en een paar handschoenen. Dat is niet waar, hè. Dat gaat mijn zondag. Ja, die van u niet alleen. Wat doen we? Wat denk je? Ja, dat is goed. Waan 12 van Centrale. Kom in, Centrale. Als je klaar bent... Kom dan ook maar naar de winkel, hè. Ik wacht daar. Oké. Mona 3421, Centrale luistert. Karin, André hier. Ah? Goedemorgen, beste vriend. Wat goed nieuws? Ja, ik zou uw cijfertje door een draad trekken. Betreft de vermoedelijke diefstal bij Vrooman in de Steenstraat. Met inbraak? Weet me nog niet. De winkel is wel volledig uitgemest. Moet de versterking komen? Negatief. Laat de paardjesmul maar beginnen draaien. Oh ja, vergeet ook niet nog de eigenaren te bellen. Vrooman was dat, hè? Jean-Luc. Jean-Luc. Wees dat hij in Varsenaren woont. Varsenaren. Ja, je hebt er zo een bescheiden stulpje. Ja. Zijn telefoonnummer staat op die speciale lijst. Oké. Over en out. Daar is Van In. Wat, de baas is er ook bij. En dat op een zondagmorgen? In zijn bergenpist zeker? Morgen, commissaris. Brigadier. Peter. Guido. En? Bingo? Ja, vermoedelijk wel. Of de eigenaar moet het zelf gedaan hebben. Ja, vergeet dat maar, hè. Ik heb de vader al aan de lijn gehad. Ah, wist hij er al van? Dat was in de zoon van Eigenst. Dat was in alle staten. Er lagen voor miljoenen juwelen in de winkel. En Jacques vroeg dat ik ze een keer kon komen kijken. Jacques, dat is de vader. Ja, ik ken die vrij goed. Alsjeblieft, zeg. Heeft er al iemand de pers verwittigd? Zij, van de pers? Niet? Allerminst, dat is Hannelore Martens. Zegt me niks. Dat gaat in uw cultuur zal rap opgevuld zijn, zien. Goedemorgen, mevrouw de substituut. Meneer de hoofdcommissaris. Substituut? Ja, een nieuwe. Nog maar pas benoemd. Jij wist dat. En je zegt niks. Ah, Pieter, ik heb vrouwen. Jij ja, maar ik. Ja, daarom heb ik maar gezwegen. Schone vriend, zei je. Ja, mag ik u enkele van mijn medewerkers voorstellen, mevrouw Martens? Pieter van Een, adjunct commissaris en Guido Versavel, brigadier. Hij heeft de diefstal ontdekt. Aangename kennismaking, heren. En ja, proficiat, brigadier. Dank u. Neem me niet kwalijk, mevrouw, maar ik wist niet dat het parket ook al bij dit soort misdaden ter plaatse komt. Gezien de mogelijke omvang van de zaak leek mij dat verstandig, ja. We hadden het anders ook wel aangekund. Daar twijfel ik niet aan, commissaris. Is dit misschien uw eerste zaak? Heeft dat belang? Oh, ik weet niet. Nieuwe borstels en zo. Pieter. Ja, ik neem aan dat u de leiding van het onderzoek neemt, mevrouw de substituut. Uiteraard. Zeg, brigadier. Ik wijs dat ik weet waarom dat ze hier is. Ah ja? Maar ja, Karine. Ik zie het verband niet. Hè? Maar keer, hij zei dat ze heel de boom moest in gang zetten. En ze dat waarschijnlijk supergoed willen doen. Hij kent die strevekens van tegenwoordig toch? Ja, zeg dat maar niet tegen Van In. Meneer Jean-Luc Vrooman.
Monsieur le commissaire. U weet daar iets? We hebben op u gewacht. Hebben u de sleutel bij? Oui, bien sûr. C'est un désastre, monsieur. Un vrai désastre. Het is smeerlappen, verdomme. Ja, rustig maar. Hè. We zullen eerst eens kijken hoe het er daar binnen uitziet. Kom. Meneer Jean-Luc Vlooman? Monsieur le commissaire, u weet daar iets? We hebben op u gewacht. Hebben u de sleutel bij? Oui, bien sûr. C'est un désastre, monsieur. Un vrai désastre. Het is smeerlappen, verdomme. Ja, rustig maar. Hè. We zullen eerst eens kijken hoe het er daar binnen uitziet. Kom. Bruinoge, jij blijft buiten staan. En zorg ervoor dat niemand binnenkomt die niks verloren heeft. Hè? Ja, brigadier, dat komt in orde. Hé, maman, hé, maman. Eerst het alarm afzetten. Oh goed, ja. Tja. Ja, je mag anders wel doorlopen, hoor, mevrouw. Of weet u niet dat er een vertragingsmechanisme van 100 seconden op die dingen zit? Ik wil niet moeilijk doen, commissaris. Voilà, alles is oké nu. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, ils ont tout pris. Bedoelt u dat u niets opbergt, meneer Vrome? Mais enfin, madame, met een beveiliging die meer dan 1,5 miljoen heeft gekost. À quoi sert cela, alors? En in het atelier? Oh, non, het atelier... Zijn gezicht goed bekeken, Guido. Ballen in triplo. En een adem die, als je er een lucifertje voor houdt, dan zet je de hele boel in de fik. Nee, als je het mij vraagt, die heeft vannacht een flink stapje in de wereld gezet. Mon dieu, c'est scandaleux, ça. Ja, ja, ook alles weg, hè. Ik vraag me wel af hoe. Zoiets vertellen de gangsters er gewoonlijk niet bij, mevrouw. Ziet u een spoor van inbraak, commissaris? En met die installatie? Daar hebt u een punt. Meneer Vrooman, oui? Hebt u het nummer van de bewakingsfirma? Ah, oui, dans mon bureau. Un moment. Voilà, tiens. S'il vous plaît. Dank u. Hier, Guido. Dat is op en vraag of ze vannacht iets gemerkt hebben. Oké. Mevrouw de substituut, kijkt u hier eens even als goed? Ja. Oh, de safe. De deur hangt er half uit. Ja, ze hebben waarschijnlijk Semks gebruikt. Dat Tsjechisch spul. Ja. Voor zo'n muursafe is een kleine hoeveelheid genoeg. En niemand in de straat die dat heeft gehoord? Het zijn geen amateurs geweest. Ze zullen hun voorzorgen wel genomen hebben. Je n'ai plus rien. C'est pas possible, je n'ai plus rien. Nee, ik ruik hier iets. Ja? Ja, komt vandaar, naast de werkbank. Een aquarium? Ja, vol smurrie. Wat is dat voor iets? Ja, iets chemisch, dat is duidelijk. Je kunt er niks door zien. En al dat schuim daar bovenop. Oh, oh, zeg, dat stinkt als het best. Meneer Vrooman, wat is dat hier in deze bak? Quoi? Ah, non, 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 non. Faut surtout pas y toucher, hein. Oh, ze zullen toch niet... Oh, dat zou de comble zijn, hè. Wacht, mijn caoutchouc-handschoenen. Gaat u even opzij, alstublieft. Oh. En? Vindt u iets? Dit. Een, Emerald, smaragd. En dit is goud. Goud? Zo dun? En zo'n kleur? Dat was goud, madame. Volgens het in het koningswater hebben gegooid. En er ligt nog een hele hoop. Oh, barbaar, nom de dieu! Bedoelt u dat de daders niets hebben meegenomen? Dat kan toch niet? Niemand breekt een alleen maar om een boel juwelen te vernietigen. Ja, non? En wat is dit allemaal dan, denkt u, hè? Rommel, de kamelot! Oh, blijft u kalm, meneer. Koningswater, is dat giftig? Het is een mélange van zoutzuur en salpetersuur. Ja, laat u nu maar zo, meneer Vrooman. Anders gaat u nog het sporenonderzoek van de expert bemoeilijken. Maar ja, waar blijft u, zeg? Geen idee. Ja, ik heb hier de leiding niet, hè. Luister, ik heb die van Securitim hier nog aan de lijn. Ja, en? Hij beweert dat meneer Vrooman gisteravond rond 11 uur het alarm zelf heeft uitgeschakeld. Wat? En de centrale heeft verwittigd. Pardon, moi, mais il est fou, ce type. Hij heeft het gesprek met zijn collega op tape en is het nu aan het opzoeken. Maar dat is gelogen, hoe kan ik... Stil, meneer Vrooman. Ik laat u allemaal meeluisteren. Hallo, centrale. U spreekt met Jean-Luc Vrooman. Excuseer voor het derangement, maar ik verwacht vanavond nog een belangrijke klant en ik heb daarom het arm gekopieerd. Genoteerd, meneer Vrooman. En kunt u ook zeggen hoe lang die onderbreking ongeveer zal duren? Oh, een uur, 1,5 uur, gaat dat? Dus rond 1 uur is alles weer in orde. Bien sûr, mon ami. In orde, en nog een goede avond verder, meneer Vrooman. Dat was het, meneer Verzavel. Oké, bedankt. Vergeet niet zo snel mogelijk een verslag op te stellen, hè? En het ons te bezorgen, ja? Komt in orde. Ja, meneer Vrooman, wat hebt u daarop te zeggen?
C'est bien simple, madame. Dat was ik niet. Pardon? C'était pas ma voix. Iemand anders heeft zich voor mij uitgegeven. Ik heb in elk geval de centrale niet opgebeld. Weet u dat zeker? Madame, alstublieft. Ik sta hier niet te liegen, hè. En als u mij niet gelooft, ik was gisteravond op een feestje bij mijn cousin René Anvers. En daar zijn 10 getuigen die kunnen confirmeren dat ik met niemand heb gebeld. Ja, maar wie was het dan wel op die tape? Ook geen idee. Alleszins een van die daders. De salopaar, pierke de voleur. Als ze gestolen hadden, dan had ik van de assurance kunnen trekken. En nu kan ik het vergeten. Goedemorgen allemaal. Hallo. Klaas Vermeulen, technische recherche van de gerechtelijke politie. Tja, wat dat je nu zegt. Ik heb het tegen mevrouw de substituut, hè, van in. Zij kent me nog niet. Aangenaam. Mm-hmm. U weet wat u te doen staat, meneer Vermeulen? Ah, slijmen en de dikke nek uithangen. U zei? niks. Kriebeling in de keel. Als u het goed vindt, mevrouw, zal ik eerst wat foto's maken en dan op zoek gaan naar vingerafdrukken. Oké. Meneer Van In, komt u even mee, alstublieft. Twee dingen, commissaris. Houdt u alstublieft op, rechtstreeks of onrechtstreeks met mij de draak te steken. Ik mag dan nog niet zoveel ervaring hebben als u. Ik wil niet voortdurend recht gewezen worden. En ten tweede, legt u mij eens uit hoe het kan dat dieven wel op de hoogte zijn van de alarmcode, van de procedure voor het aan- en afmelden, van de manier hoe ze hier binnen kunnen geraken zonder in te breken, maar de brandkast moeten opblazen omdat ze blijkbaar net aan die code niet gedacht hebben. Wel, Precies, commissaris. Ziet u wel, Claire? Ik denk al net hetzelfde als u over deze zaak. Legt u mij eens uit hoe het kan dat dieven wel op de hoogte zijn van de alarmcode, van de procedure voor het aan- en afmelden, van de manier hoe ze hier binnen kunnen geraken zonder in te breken, maar de brandkast moeten opblazen omdat ze blijkbaar net aan die code niet gedacht hebben. Wel, Precies, commissaris. Ziet u wel dat ik leer? Ik denk al net hetzelfde als u over deze zaak. Neem me niet kwalijk, maar ik vraag me af hoe u dat weet. Tenzij u gedachten kunt lezen, natuurlijk. Oh, geef toe dat deze zaak u ook intrigeert. Ja, er zijn inderdaad bepaalde aspecten aan die vragen oproepen, ja. Maar als er iets is dat ik ook door ervaring heb geleerd, dan is het niet te voorbarig te zijn met het trekken van conclusies. Ik dacht anders dat het een kenmerk is van een goede politieman om meer te kunnen zien dan de feiten laten vermoeden. Zoals de ambitie van sommige mensen om zich zo snel mogelijk waar te maken? Nee, ik dacht meer aan de arrogantie van anderen die het blijkbaar moeilijk hebben om onder de leiding van een vrouw te moeten werken. Touché. Dat was de bedoeling. En de hernieuwde vraag ermee op te houden, commissaris. Please. Pieter, als je het goed vindt, ga ik nu naar het bureau en mijn verslag maken. Ah ja, doe maar. En vraag in de Houwerstraat als iemand sturen om Bruinogen af te lossen. Het enthousiasme waarmee die hier buiten de wacht optrekt, werkt al te aanstekelijk. Doe ik. Ciao. Mevrouw. Brigadier, en nogmaals goed gewerkt. Ik? Ja, zeker. Niet dan? Toch wel, maar het gebeurt niet vaak dat ik complimentjes krijg van een substituut. Van vrouwelijke substituten toch niet? Aha, Pieter. Vriendelijk zijn schaadt niemand. Niet waar, Van In? We moeten allemaal proberen er het beste van te maken, mevrouw. Dag, Guido. Ciao. Meneer Vermeulen, hoe ver staat u? Bijna klaar. En? No prints. En aan de handschoenen hebben we ook niet veel. Courant model, overal te koop. Tenzij een microscopisch onderzoek iets aan het licht brengt, ja. En dat koningswater, valt dat niet na te trekken? U denkt dat iemand die dergelijke hoeveelheden koopt ergens geregistreerd wordt of zo? Was dat maar waar. Maar salpeterzuur en zoutzuur kan je in elke drogist kopen. Juweliers gebruiken dit mengsel, koningswater dus, of aqua regia, om goud te scheiden van andere metalen in een legering. Is dat ergens voor nodig? Aha, bij de verwerking van oud goud. Schroot, zoals zij dat noemen. Een van de prettige eigenschappen van goud is namelijk dat het door geen enkel zuur wordt aangetast. Dump dus groot in koningswater en je recupereert zuiver goud. Wat? Zo leer je nog eens wat. Zo kan onze vriend nog uren doorgaan. Dat hangt er vanaf tegen wie, Van In.
Ik maak weinig kans, neem ik aan. Geen enkele. Als ik u zo hoor, meneer Vermeulen, dan kan Vrooman niet klagen. Het geld blijft bruikbaar. Dat wel, ja. Maar 90% van de prijs en de waarde van een juweel zit in het ontwerp en de arbeidsuren. De daders hebben een enorme schade aangericht, want wanneer ze alles gewoon hadden meegepakt, dan had die verzekering Vrooman volledig uitbetaald. Ja, en nu niet. Dat heeft u al laten horen. Mm-hmm. Monsieur le commissaire? Oui, monsieur Vrooman? J'aimerais passer un coup de téléphone, je peux? Maar natuurlijk. U bent hier toch in uw eigen zaak? Ah, oui, oui, mais c'est privé. Met al dat volk hier. Oh ja, ja. Meneer Vrooman wil even telefoneren, mensen. Privé. Ja, natuurlijk. Wat ik u nog wou vragen, meneer. Naast enkel in het atelier, zijn er hier beneden nog kamers? Oui, là-bas. Un petit débarras. Enfin, dat was de bedoeling, maar ik heb er voor mezelf een kleine salle de séjour van gemaakt om eens uit te blazen. Vous comprenez? Mogen we daar eens gaan kijken? Ah, oui, allez-y, allez-y. Maar ik verwittig u, het is niet groot, hè? Dank u. Meneer Van In, komt u mee? Een salle de séjour noemt Vrooman dat. Een kruiphol, zonder raam, met één pierenlicht. Twee stappen en je zijt rond. Ja, en toch heeft hij er een salontafeltje, een driezitter en een koelkasten gekregen. Hij zal hier toch geen klanten ontvangen, zeker? Nee, voor een dutje tijdens de middagpauze waarschijnlijk. Allee, hij zei toch zoiets. En dan eens bij te tanken. Kijk eens op die koelkast. Een lege fles champitre. Wat? Een envelop. Staat er iets op? Ik kan het verdomme niet lezen. Waar is die lamp? Hier, hier, hier. Kunt u eens wat bijlichten? Ja. Voor Vrooman? Ja, enfin, waarschijnlijk. Hoe? Het moet van iemand komen die hem bepaald niet in zijn hart draagt. Voor jou, ellendeling. Geef toe, er zijn vriendelijke manieren om een brief te adresseren. Wat staat dat erop? Voor jou, ellendeling. Kijk maar. Oh, lezig. Hé, commissaris, wat doet u nu? Openmaken. En briefgeheim? Dat telt niet voor u. Wat zei u daar straks ook weer over politiemannen die meer moeten kunnen zien dan de feiten laten vermoeden? Ik heb zo'n idee wie dit geschreven heeft. De inbrekers. Juist. En dus kan dit een begin van een spoor zijn en mag ik de envelop in het belang van het onderzoek openmaken. Laten we eens kijken. Dan moeten we dit zien. Een papiertje van een postzegel groot. Het zal niet veel schelen. En wat schrijven ze zo? Alsjeblieft. Wat? We hebben te maken met intellectuele gangsters. Lees voor. Rotas opera tenet a reposator. Latijn? Ik zeg het toch? Geen kruimeldieven, geen gewoon schorremorrie. Nee, schorremorrie met een kopje. Rotas opera tenet a reposator. Ik begrijp er de ballen van. Te moeilijk voor een gewoon politieofficier. Ja, wacht. Rotas betekent wielen en opera dat is werk. Enfin, dat is een van de mogelijkheden, maar de rest is goed. Chinees? Ja, ongeveer toch. Maar eerlijk gezegd, commissaris, ik kan mij niet voorstellen dat Jean-Luc Vrooman iemand is die in het Latijn correspondeert. Met andere woorden, u denkt dat dit bericht niet voor hem is bedoeld? Nee. Dan heb ik maar één vraag, mevrouw de substituut. Ja? Voor wie dan wel? Opera tenet a reposator. Ik begrijp er de ballen van. Te moeilijk voor een gewoon politieofficier. Ja, wacht. Rotas betekent wielen. En opera, dat is werk. Enfin, dat is een van de mogelijkheden, maar de rest is goed. Chinees? Ja, ongeveer toch. Maar eerlijk gezegd, commissaris, ik kan mij niet voorstellen dat Jean-Luc Vrooman iemand is die in het Latijn correspondeert. Met andere woorden, u denkt dat dit bericht niet voor hem is bedoeld? Nee. Dan heb ik maar één vraag, mevrouw de substituut. Ja? Voor wie dan wel? Wat achter de sneer? Als dat kind niet thuis zou niet. Allee, kom je doorlopen. Hier niet voor de etalage blijven staan, hè? Wat is er aan staan? Bagras? Bagras? Nee, bruino, hè? No. Inside jewelry shop. Bagras last night. Thieves. Thieves, ja. Ah, kan dat de camera picture? Foto? Van een lege etage? Wat fotografeer je er eigenlijk niet? Allee, dat is goed. Wanne? Hé, Wanne, je zei hoorde het niet. Qu'est-ce que cela signifie?
Is dat hier een attractie toeristiek of wat? Wie zei de hij? Jacques Vrooman. Hoe heet de commissair? Commissair? De Dans. Ah. Maak maar rap dat die chogunnetjes hier weg zijn, hè? Ja, ja, meneer. Allee, allee, kom, vooruit, hè. Away, weg. No more stilstand hier, kom. Ah, Jacques. Monsieur le commissaire. Maar iets gevonden? Wel, we zijn volop bezig met de eerste vaststellingen. Oh ja, dit is mevrouw Martens, zij leidt het onderzoek. Een femme. Stoort u dat, meneer Vrooman? Oh, een mens verschiet van niets meer tegenwoordig, madame. Maar soit, je ne demande qu'une chose, hein, dat het onderzoek hier rap geflikt is. Een tel publiciteit kan onze familie missen als de pest. Misschien dat u ons al ineens kunt helpen zien. Moi? Hiermee. Van een adjunct-commissaris. Qu'est-ce que c'est? Dat vragen wij ons ook af. Rota? Opera? Tenet? Het zou een soort handtekening kunnen zijn van de daders. En hebben ze dat hier achtergelaten? In een envelop, die mogelijk bestemd was voor uw zoon, ja. Waar is Jean-Luc? Even terug naar huis. Rota, opera. Nonsens, versta ik niks van. Geef dat maar aan madame. Dat is nu iets waar vrouwen goed in zijn, zie je, in puzzels leggen. In puzzels herkennen ook. Pardon? Jacques, wat denkt u als we de mensen een keer hun werk lieten doen? Hè? De kraan in Burg zal wel al open zijn, dan kunnen we daar op het terras een en ander bespreken. Oui, oui, c'est peut-être mieux, oui. C'est ça. Ja, red door de kei, zou ik zeggen. Ja, maar zeg, wat denkt die oude vrouwman wel? Dat komt hier binnen, zegt twee dingen tegen mij en twee keer om mij te affronteren. Ja, we horen niet direct een feminist, hè, onze vriend Jacques. En zo te zien niet direct een goede comediant, hè? Hoe dat? De manier waarop hij reageerde toen hij hem dat briefje liet lezen. Mij maakt u niet wijs dat die tekst echt zo onbegrijpelijk was voor hem. Twee hebben een jaks, alsjeblieft, heren. Dank u wel, dank u wel. Gezondheid. Jacques. Voilà, voter. Ik moet zeggen, zoals u het hele gebeuren opneemt, chapeau. Hè. Er zijn heel wat mensen door het lint gaan als hun zoon op die manier het slachtoffer was geworden van een overval. Ja. Qua bon, die moeilijke omstandigheden moet je zeker uw kalmte bewaren, waar of niet? Ja, natuurlijk. Hè. Maar het besef ineens een pakje miljoenen kwijt te zijn. Het geld is het minste van mijn zorgen. Jean-Luc liet anders verstaan dat de verzekering waarschijnlijk niet zou tussenkomen. Jean-Luc moet zwijgen over dingen waar hij geen verstand van heeft. Dat klopt dus niet. Oh, in normale omstandigheden wel, maar niet als je weet bij wie je moet zijn, tu comprends. Dat geld van de assurance zal er rap liggen, je t'assure. Ons kent ons. La peau est plus proche que la chemise. Oh, ja. Maar waar ik meer belang aan hecht, is dat heel die affaire stilgehouden moet worden. Hè? Zo vlak voor de verkiezingen. Je hebt gezien wat er vorig jaar gebeurd is. Ja, maar dat was nationaal, hè? Zo'n diefstal kan, zullen niveau communal hetzelfde effect hebben als die dioxinecrisis van vorig jaar. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Dus mond dicht, iedereen. Hé, padpres. D'accord? Ja, zeker. Monsieur de Quay, je weet wat de partij voor u gedaan heeft, hè? Ja, u mocht gerust zijn, Jacques. Ik zorg voor de nodige discretie. En madame Nitouche daar, hoe heet ze ook weer? Mertens? Martens. Ja, pas op, ze is nog nieuw in het vak. Hè. Ik kan haar via via wel de juiste richtlijnen geven. Dan nu. Nog eentje? Oh, ben mooi. Garçon. Guido, zijn jullie nog bezig aan dat verslag? Ik ben zo klaar. Ik zou denken. Ik trakteer in L'Estaminet. Ik zou liever iets willen eten. Doe dan gelijk ik, hè. Drink duvel, dat is eten. Eten en drinken. Ja, dat kennen we van jou. Oeh, dat kennen we. Wil u zeggen dat ik eraan verslaafd ben? Oh, ik zou niet durven, Pieter. Serieus, ik zou echt niet durven. Dat is al goed, zakkenwasser. Kom, lichtbak uit en mee. Dan vertel ik nog wat over dat geval bij Vrooman. Ja, en over mevrouw de substituut. Wat kan dat vrouwmens u interesseren? Ja, je kon je ogen er niet vanaf houden, man. Houd toch op, onnoegsela. Zo'n diefstal kan, zullen niveau communal hetzelfde effect hebben als die dioxinecrisis van vorig jaar. We
kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Dus mond dicht, iedereen. Hé, padpres. D'accord? Zeker. Monsieur de Quay, je weet wat de partij voor u gedaan heeft, hè? Ja, u mocht gerust zijn, Jacques. Ik zorg voor de nodige discretie. En madame Nitouche daar, hoe heet ze ook weer? Mertens? Martens. Ja, pas op, ze is nog nieuw in het vak, hè. Ik kan haar via wel de juiste richtlijnen geven. Tant mieux. Nog eentje? Oh, ben mooi. Garçon! Met Van In. Hannelore Martens. Morgen, mevrouw Martens. Hoe ver staan jullie? Met wat? Met de zaak Vromant, ja. Waarom lacht u? Het is van dit weekend. Wat dacht u? Dat de daders zich al spontaan waren komen melden of zo? Ik dacht dat het onderzoek van meneer Vermeulen al iets vertoont dat u mogelijk al een getuige had gevonden. Ah, iemand die had staan toekijken terwijl ze de boel aan het leeghalen waren. Meneer Van In, ik kan mij niet voorstellen dat er zaterdagavond tussen 11 en 1 niemand door de Steenstraat is gelopen. En hoe zouden wij die dan moeten vinden, mevrouw de substituut? Overal gaan aanbellen? Of daar met een bord gaan staan? Gezocht? Getuigen van overval? Misschien dat een telefoontje naar de lokale radio al volstaat. Als dat natuurlijk niet te veel gevraagd is van uw zin voor creatief denken, commissaris. Het is alleszins heel veel gevraagd van mijn zin voor hiërarchisch denken. Hoe bedoelt u? Commissaris De Quay heeft ons vanmorgen nog eens op het hart gedrukt dat er aan de zaak Vrooman absoluut geen ruchtbaarheid mag worden gegeven. Ik zie niet in waarom. Oh, dan stel ik voor dat u hem daar zelf eens over aanspreekt. Luister, meneer Van In, het is mijn onderzoek. Als u die stap niet zet, dan doe ik het wel. Nog een prettige dag verder. Alsjeblieft, zeg. Heb je dat nu gehoord, Guido? Niet alles, maar genoeg om te begrijpen dat mevrouw de substituut er geen gras laat overgroeien. Ja, maar ten koste van wie? De Kees zegt zwijgen, van haar moet de radio erbij. Los het maar weer al op, hè, Van In. Tju toch. Pieter, als je het nu eens één keer liet omroepen op een uur dat de Kees en de Vroomans andere dingen om het hoofd hebben. In het midden van de nacht of zo, dat zou veel helpen. Ja, je scoort er alleszins mee bij Martens. Geef toe dat dit een niet onaardige bijgedachte is. Ja, misschien. Of ik zie nog wel. Maar als ik achteraf de Kees op mijn dak krijg. En kermis is een geesteling waard, Pieter. Schoenmaker blijft bij uw leest. Dat is ook een spreekwoord. Zeg jij maar eens hoe het met dat cryptogram zit. Rota's opera. Jij ging toch iemand zoeken die het kon vertalen? Is gebeurd. Ah ja, wie? Frans Billen, de conciërge van de Heilige Bloedkapel. Hij verwacht ons vanavond, tegen 7:00. Hoeveel is het nog? Nog een goede 20 kilometer tot in Namen en 10 minuten later zijn we in Flawin. Ik ben er niet echt gerust in uw beer. Waarom niet? Vraag nummer 1 is toch al schitterend verlopen? Een hele winkel vol juwelen naar de Kloosterstraat. Ik had gaarne een gezicht gezien als ze die verlepte spullen zaten op te vissen, hè? Als er iemand toevallig deze Mercedes heeft zien staan. Ja, er rijden er duizenden rond van die stiepen, hè, Kietje? En dan nog met de nummerplaat die we ergens gevonden hebben. Nee, je moet geen schrik hebben. Het is nog niet gedaan, hè, UB? Nee, het begint pas. Daarom dat ik zeg dat we moeten oppassen. Kieke, kom aan, hè? Toch een machtig plein, hè, die burg. Ja. Weet je dat je hier heel wat verschillende bouwstijlen kunt herkennen? Van romans tot hedendaags. Allee, hier links bijvoorbeeld, stadhuis. Welke stijl is dat, denk je? Ik heb er eens over nagedacht. Ja, en? Ik ga het doen gelijk jij hebt gezegd. Aan de lokale radio vragen dat ze onze oproep 1 keer uitzenden. Pieter. De cake kan de pot op. In Semes naam. Wat? Nou, je tracht je een beetje cultuur bij te brengen en je luistert niet eens. Ah, ja, schoonplein, ja. Maar sorry, mijn kop staat nu niet naar een lesje geschiedenis. Kunt jij vanavond nog contact opnemen met die mannen van de radio? Ja, ja. Dat zou tamelijk rap moeten gebeuren, hè? Dat zou het uitzenden, bedoel ik.
Dring aan op morgen vroeg, rond een uur of zeven als het kan. Ik zal mijn best doen. Ja, en regelen dan ineens dat je erbij kunt zijn. Om 7 uur? Als ze beginnen bellen, allee, hopelijk toch. Ik zal nog eens een voorstel doen, hè? Om 7 uur 's morgens. Er moet toch iemand van ons zijn om wat extra te kunnen stellen? Ik wist niet dat iemand van ons een synoniem is voor Guido Versavel. In de zaak Vrooman? Absoluut. Gaat die zondag maar niet zo aandachtig door de Steenstraat moeten rijden. Ja, ja. Nou, we zijn er. Wil je geloven dat ik nog nooit in die heilige bloedkapel ben binnen geweest? Als dat een stille bank is om straks van mij een privé rondleiding te krijgen, vergeet het dan maar. Wat heb je tegen die gast gezegd? Die nou, billen? Dat we uitleg wilden over die tekst. He. Ook waar hij vandaan komt? Waar we hem voor nodig hebben? Tuurlijk niet. Ik luister naar de key. Mondje dicht, heeft hij gezegd. Dus... Slijmschurk. Goedenavond. Meneer Billen? Ja? Versavel en Van In, we hadden een afspraak met u. Kom binnen, heren. Dank u. Goedenavond. Meneer Billen? Ja? Versavel en Van In, we hadden een afspraak met u. Kom binnen, heren. Dank u. Voilà, we zijn er, mijn heren. Ga zitten, alstublieft. Dank u wel. Dank u. Ik had vast een flesje rode wijn klaargezet. Je drinkt toch mee, hè? Ah, dat hoeft je ons geen twee keer te vragen. Het is een Chambon Musigny van 86. Oh, dan had u het helemaal niet moeten vragen. Ja. Ik heb begrepen aan de telefoon dat je een verklaring zocht voor een Latijns raadsel. Dit hier. Alsjeblieft. Mag ik u vragen waar je dat vandaan hebt? Het is in verband met een onderzoek naar een vrij belangrijke diefstal. Waar dit document bij gevonden werd. Maar waar we verder niks over kwijt kunnen. Ik begrijp het, ja. Gezondheid, hè? Ja, gezondheid. Het is een intrigerend papiertje. Ik denk dat je bij mij aan het juiste adres bent. En weet u wat het betekent? Rotas opera tenet a repo sator. Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen dat die 5 woorden vrij speciaal geschikt staan, hè? In de vorm van een vierkant. Voilà. En dat verwijst rechtstreeks naar de origine van deze tekst. Dit, mijn heren, dit is het vierkant van de tempeliers. Hun credo, als het ware, in een notendop. De originele tekst die staat gegrift in een pilaar in Ethiopië, meer bepaald in Axium. En volgens de overlevering zou Christus ooit tegen die pilaar geleund hebben. De tempeliers, dat waren ridders. Nee, in de eerste plaats waren dat monniken, meneer Versavel. Toen de orde in de 13e eeuw werd opgericht, was het doel de heilige plaatsen in en rond Jeruzalem vrij te houden en de pelgrims te beschermen. En ze deden dat vanuit een geloof in liefde, broederlijkheid en verdraagzaamheid. Vanuit het besef dat alle mensen dezelfde God aanbidden, maar dat het de mensen zelf zijn die tweedracht zaaien. En later, toen het heilig land dan toch verloren ging aan de Moren, kwamen ze naar Europa en gingen er een leven leiden van luxe en financieel gewin. Dat is erg interessant, meneer Billen, maar... Ja, dat verklaart nog altijd niet de betekenis van deze tekst. Inderdaad. Ja, ja. Bon, laten we dan maar meteen ter zake komen. Of mag ik eerst nog even bijschenken? Hè? Oh, graag, ja. Voilà. Dank u. Wat vind je ervan? Lekker. Heerlijk, heerlijk. Zo. En welk woord kunt u nu midden in het vierkant zowel verticaal als horizontaal lezen? Tenet. Voilà, in de vorm van een kruis. En leg de T plat, dan ontstaat er zelfs een tempelierskruis. En als we nu een klein beetje met de overige letters van het vierkant gaan puzzelen... Een momentje, kijk. Wat staat er dan? A paternoster O. Voilà. Ja. Ja, wat betekent het? God, onze Vader, is het begin en het einde, de alfa en de omega. Ah, ja, 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 ja. De ridders van de tempel drukten hiermee hun nederig ontzag en hun bewondering uit voor de liefde van God. Ja, ja, dat is duidelijk, meneer Billen, maar
De vraag waar wij mee zitten is, wat is het verband met nu, met onze tijd? Ja, u weet toch ook dat tegenwoordig overal esoterische gemeenschappen de kop opsteken op zoek naar een antwoord op de grote levensvragen. En de tempeliers horen daarbij? Ja, de belangstelling voor hun gedachtegoed zeker. Al geloof ik niet dat er in België meer dan 10 mensen rondlopen die de ware betekenis van deze tekst kennen. Hè? Des te beter voor ons, dat beperkt het aantal verdacht. Tenzij we te maken hebben met een of andere grapjas. Dat denk ik niet. Een afrekening met een esoterisch tintje. U wil geschieden, maar als ons dat niet uitkomt, regelen we onze zaken zelf wel. We weten immers dat God onze drijfveren begrijpt en een rekening zal mee houden op de laatste dag. Dat zou kunnen. En er is meer, hè. Mensen die vanuit een bepaalde symboliek handelen, die hebben daar lang over nagedacht en zetten zoiets niet op voor een eenmalige actie. Begrijpen wij u nu goed, meneer Pille? Wilt u zeggen dat... Dat het bij deze ene diefstal niet zou blijven, inderdaad. Bereid u er maar op voor, heren, dat ze nog zullen toeslaan. Zo, Guy, alles staat klaar. Het kruisbeeld, de 2 kandelaars met kaarsen, wijn. Ja, de hosties. De hosties, ons keukentafel is een echt altaar. Moet dat nu echt, Hubert? Nog 1 keer, jongen. Je mag onder geen enkele voorwaarde fouten maken. Hè. Doe het nog 1 keer voor mij, dan ben ik gerust. Allee, eerst de albe. De albe. Ja, en dan kus je het kruisje op de stola. Zo, ja. En over je hoofd? Ja. Mooi. De uiteinden tussen de koord om je middel. En dan de kazuifel. Ja. Zo. Ja. Je gaat tot voor het altaar. Ja, buigt. Ja. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uitstekend. Het inleidend gebed. Ja, helemaal? Alles, Guy. Alles. Ik wil je hele mis nog eens checken. Die nonnekes mogen niet de minste argwaan krijgen, hè? Oh ja, en dan is er nog iets in het algemeen. Ja. Vergeet in schemelsnaam nooit je oogdruppels. Met Vanin. Goedemorgen, Pieter. Guido. Rechtstreeks vanuit de radiostudio. Goed geslapen? Zeg, weet je wel hoe laat dat is? Ah, bij het derde tikje 7:02. Ik dacht, laat ik voor alle zekerheid maar eens bellen. Hij zal de uitzending zeker niet willen missen. Vang ik daar enig raar geluid op, Pieter? En dan heb je met die duveldrinkers. Als die eens een avondje in de wijn vliegen, zijn die zaterdags geen mens. Ik voel me prima. Verdomme versalen. Ja. Ik weet het. Ik weet dat je me dankbaar bent voor die telefoontje. Leg maar vlug neer, Pieter. En zet de radio aan. Het bericht komt er zo aan. Van de politie van Brugge. In verband met een recente overval op een juwelierszaak is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Personen die vorige zaterdag tussen 23 uur en 1 uur 's morgens verdachte personen en of verdachte voertuigen zouden opgemerkt hebben in de Steenstraat, worden verzocht contact op te nemen met het dichtstbijgelegen politiekantoor. U kan zelfs meteen bellen naar onze studio. Ja, versavond is goed. Ik... Van in? Guido? De Kee, van in? Commissaris. Wat heb ik u gezegd? Is dat stilhouden? U hebt het gehoord. Ja. En 1 ding weet ik zeker, hè. Daar gaat gij nog van horen. Verdomme! Ja, versavond is goed. Ik... Van in? Guido? De Kee, van in. Commissaris. Wat heb ik u gezegd? Is dat stilhouden? U hebt het gehoord. Ja. En 1 ding weet ik zeker, hè. Daar gaat gij nog van horen. Verdomme! Wagen 7 aan Centrale, kom in. ONA 3421 Centrale luistert. Met Van in, Karin. Wat is er? Ah ja,
dat rijmt allemaal, commissaris. Kom in, van in, Karin. Ja, dat rijmt allemaal, ja. Is de kerel binnen? Nee, moet je hem hebben? Liefst niet, nu. Nee. Als ze me nodig hebben, ik rijd naar haar. Is gaan klappen met Jean-Luc Vrooman. Dat is genoteerd, commissaris. Oké. Over en out, schattenbout. Mossa, commissaris. Alleen voor het rijm, kind. Alleen voor het rijm. Yes. Adjunct, commissaris van In. Ik heb een afspraak met meneer Vrooman. Follow me, please. Commissair Van In, wat aangenaam om u weder te zien. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, meneer Vrooman. Oh, no. Ik ben verplicht om u nog een paar vragen te stellen in verband met uw inbraak voor het dossier. Oh, oui. Pas de probleem. Zullen wij op de terras gaan zitten? Ja. Dus. Suivez-moi. Venez. Dank u. Voilà. Is er bezoek, Jean-Luc? Monsieur Van In, chouchou. Mag ik u mijn vrouw voorstellen, commissair? Je had me toch kunnen verwittigen, Jean-Luc. Je m'excuse. Dan had ik iets aangetrokken. Ja, neem me niet kwalijk, commissaris, maar bij zo'n weer profiteer ik ervan om topless te zonnebaden. Mijn vrouw is nog fotomodel geweest, ziet u. Ja. Het stoort toch niet als ik zo blijf liggen? Nee. Doet u maar. Een peu champagne, commissair? Het is cru. Ja, graag. Idris, schenk eens in. As you wish, sir. En, commissaris, u komt ons toch niet vertellen dat u de zaak al hebt opgelost? Mais enfin, ma chérie. Ma femme, un sens d'humour un peu spécial, vous voyez. Allez, à votre santé, hein. Gezondheid. Oké, Idris, leave us alone. Zo. Vuur uw vragen maar op mij af, commissaire. Ik ben benieuwd. Wel, kijk, we staan hier voor een bijzonder bizarre misdaad. Oh, salor. Ja, juwelen die toch ettelijke miljoenen waard zijn. Tussen de 20 en de 25 miljoen, schat mijn comptable. Voilà. Zo'n rijke buit wordt niet meegenomen. Nee, gewoon ter plaatse vernietigd. Tenzij we met een gek te maken hebben, kan dit dus alleen maar het werk zijn van iemand die jaloers is of uit is op wraak. Hebt u vijanden, meneer Vrooman? Chouchou. Est-ce que nous avons des ennemis? Oh, mais iedereen heeft vijanden, Jean. Allez, des concurrents, oui, ça, mais toch niet dat ze zoiets zouden doen. À Bruges zie ik in elk geval niemand die daartoe... De daders kenden nogthans de code van uw inbraakalarm. Oui. Ze beschikten over een sleutel en waren op de hoogte van uw gewoonte om 's avonds af en toe klanten te ontvangen, waarbij u dan de bewakingsfirma verwittigde. Oui, vous avez raison. De mensen van Securitim waren ervan overtuigd u die zaterdagavond aan de lijn te hebben. Ah, ik heb en toen niet opgebeld, commissaire. Je l'ai déjà dit. Wie kent de code nog, buiten u? Mon père et Idris. De bediende hier? Oui. Neem me niet kwalijk, maar is dat niet... Ik wil niks suggereren, maar huispersoneel dat op de hoogte is van de code... Ik vertrouw Idris à 100%. D'ailleurs, met de code alleen is hij niet veel vooruit, hè? Alleen papa et moi kennen ook de combinatie van de safe. En die veranderen wij om het jaar. Comme précaution, vous comprenez? Niet dat ze veel geholpen heeft, die précaution. Vindt u ook niet, commissaris? Ja, dat is... Vous savez, au début j'étais furieux. Zo'n kapitaal dat complètement foutu was. Maar nu ik van papa vernomen heb dat er een mouw kan aangepast worden... Ah ja? Oui. Met meneer De Kee als getuige en een officiële analyse van de laboratoire judiciaire zal ik het verlies volledig van mijn belasting kunnen aftrekken. Ja, dat is bijzonder goed nieuws voor u. Als u dat maar weet. En hoe vindt u de champagne, commissair? Zal ik nog eens bijschenken? Graag. En als u uw jasje wilt uitdoen, ik heb het voorbeeld gegeven, hè? Ja. Hollands koppel. Toeristen, ja. Ze logeren in die Zwanen. Ze waren een van de eerste die gebeld hebben. Ook toeval dat die een lokale radio hadden opstaan. Het Vlaams is zo'n hartstikke leuk taaltje, weet je. Zij het afgesproken. Vanmiddag om 3 uur in het hotel. Kijk eens hier, heren. 2 steekjes béarnaise. Appa, hè? Dank u. Verder nog iets misschien? Ja, misschien nog een duveltje. Oh ja, een duveltje. En voor meneer? Een Perrier, graag. Perrier. Ja. Kom eraan. Smakelijk, Pieter. Dat zal niet manken, heer. Perfect gemakken. Zeg, om terug te komen op je visite van vanmorgen. Je bent dus niet veel wijzer geworden. Ja, nee. Ah,
Zo de kluts kwijt toen je mevrouw Vrooman daar open en bloot zag liggen. Zwijg maar. Die had zelfs u van uw apropos gebracht. Jongens, ik wist echt niet wat kijken. Wat een stuk, zeg. Krijg de saus. Maar jij bent toch een en ander gewoon? Nee. Maar denk je dat haar man iets zei? Hm? Anne-Marie is nog fotomodel geweest. En dat was het. Je kan er je plezier maar mee gehad hebben. Ik had de indruk dat ze het ervoor deed. Ja, ze zal je zwakke plek kennen. Ja, ze hebben iets te verbergen, die twee. Enfin, figuurlijk dan. En hier zijn we met een duvel. Lekkere koude duvel. En een perrieke, alstublieft. En wat zou dat dan wel zijn, Pieter? Wat zou die mevrouw Vrooman met haar verleidelijke ronddingen dan wel willen afschermen? Er is van alles wat ik niet kosher vind, Guido. Om een voorbeeld te geven. Er loopt daar een Indiër rond. Mm-hmm. Idris. Een soort butler. Jong, goed gebouwd, vriendelijk. Maar dat is interessant. Maar zijn jullie toch eens even serieus? Vind jij normaal dat zo'n huisslaafje, want dat is zij, dat zo iemand de code kent van het inbraakalarm? Van het huis van de Vroomans? Nee, van de winkel. Nu jij? Toeristen, ja. Ze logeren in die Zwanen. Ze waren een van de eerste die gebeld hebben. Ook toeval dat die een lokale radio hadden opstaan. Het Vlaams is zo'n hartstikke leuk taaltje. Ja, een echt klasse hotel. Ik denk dat we hier op eieren zullen moeten lopen. Goedemiddag, heren. Waar kan ik u mee helpen? Adjunct-commissaris Van In en brigadier Versavel, mevrouw. Wij hebben een afspraak met de familie Cornuit. Komt u maar mee. Ze verwachten u. De lift is hier links. Ik apprecieer het dat u niet in uniform gekomen bent, heren. We lopen zelf ook het liefst in gewone mensenkleren. De zaak is... Die Zwanen is een hotel met standing. En er zijn drie dingen waar zo'n hotel niet tegen kan. Een lijk, voedselvergiftiging en politie over de vloer. Ja. Enfin, dat is niet persoonlijk bedoeld, maar... Natuurlijk niet. We begrijpen het echt wel. En zolang een lijk en een voedselvergiftiging nog erger is dan wij, waarover zouden we dan klagen? Hè? Ja. Als u het zo ziet... Ja. Uw bezoek is er. Ah, de politie. Kom binnen, heren. Kom binnen. Bedankt, hoor, mevrouw. Judith, de politie is er. Ik kom zo. Nog even mijn haar feunen. Vraag jij de heren al wat ze willen drinken? Gehoord, heren. Zulke femme feu, dieu feu. Zoals jullie dat in België zeggen, nietwaar? Ga zitten. Een borreltje? Graag. Een bodempje voor mij. Oh, het is Bokma, hoor. Weten jullie dat hij hier beter koop is dan in Nederland? Kan je nagaan wat wij hier al afgepimpeld hebben? Ik reken erop, Gier, dat jij uw rol feilloos speelt. We hebben toch genoeg geoefend? Ik denk dat ik zelf al een pastoor ben. Dat denken is niet genoeg, hè, Gier. Van u af moet het zijn. Onderschat die nonnekes niet, hè? Nee. Priesters zijn de enige mannen die ze in dat klooster van Marsledam over de vloer krijgen, hè? Zij dus maar zeker dat ze weten hoe die zich gedragen, hoe die spreken, wat die juist doen, wat niet. Ik kan mij wel kalm. Ten slotte ben ik daar op retret, hè. Maar wacht toch maar niet te lang met die brief, hè. In Brugge zit dus ook niet stil. Ja. Zuster Marie-Alice Vrooman. Ik vraag mij af of ik ze zal herkennen. Hoe, heb je die foto's toch gezien? Ja, die waren van vroeger. Voor ze zich in dat klooster heeft opgesloten. Ja, maar nonnekes blijven er lang hetzelfde uitzien, hè? Met die kap en zo. Daar staat geen leeftijd op. Zijn we er al? Niet helemaal. De rest moet je te voet doen. Ik wil met deze auto niet in de buurt van het klooster komen. Oké. Okay. Ja. Tot over een paar dagen. Zoals afgesproken. Toi, toi, toi.
denkt, hè, dat wij net in de buurt van die juwelenzaak waren. Ik zeg nog tegen Judith, hey schat, wat doen die lui daar, zeg ik zo. Ja, thuis hadden we natuurlijk onmiddellijk achter gedaan, maar hier in Belgieland hoef je van niks te schrikken. Hallo, hallo. Mevrouw Kool. Kornuit, is het ja? Heeft Stan dat niet gezegd? Stan, heb jij de heren onze naam niet gegeven? Jawel, jawel, maar... Een visitekaartje, kom. Het is niet waar, hè? Het is je dagje wel. Je heeft ook al bijna niks aan. Nou, dan heb je meteen ons adres. Mooie kimono. Alsjeblieft. Nou, hier staat alles op. Adres, telefoon, fax en neem mijn adres natuurlijk. Dank u wel. Spannend, hè? Jemineetje, komen we voor één keer naar België en dan maken we zoiets mee. De kinderen worden dol als we hen straks ons avontuur vertellen. Nou, ze waren dus met twee. De gangsters dan, hè? Of heeft Stan jullie dat al verteld? Jawel. Nee. Oh. Met twee, ja. En de ene 1,90 meter ongeveer. Zeker. Slank, blond, half lang haar. Volle ringbaard en een bril met dikke glazen. Bodems van jampels. En hij liep op gimpies. Hij deed druppels in zijn ogen. Dat was een zekere medicijn. Hij zag er ook een beetje ziekelijk uit. En de andere? Ja, de andere, hoe zou ik die beschrijven? Einstein. Je hebt het nog gezegd toen we ze bezig zagen. Nou. Dat was nou net Einstein. Ja, dat zei je. Dat haar, begrijpt u. En die diepe wallen onder van die waterige hertenogen. Hij moet hoogstens 1,70 meter geweest zijn. Hij liep wat voorover gebogen. Iemand die veel in de buitenlucht is met een prachtige tent. Ja, inderdaad. Helpt het jullie zo'n beetje? Absoluut, absoluut. Mogen we morgen een tekenaar sturen? Een tekenaar? Ja, om compositiefoto's te maken. Oh, ook dat nog leuk, zeg. Oh ja hoor, dat is net echt. Jezus. Ja, dat is makkelijk. Oké, Guido, zullen we eens een round-up maken? Ja. Wat weten we nu al? We weten hoe de inbrekers eruit zagen en waarschijnlijk ook hoe ze zich verplaatsten. Die Mercedes Breck die er in de buurt gezien is. Juist. Zou moeten lukken. Even laten checken, kan je kwaad, Peter. We hebben toch de nummerplaat, hè? Hier, kijk. NRS625. Ze hadden een sleutel van de winkel. En de alarmcode. Maar niet die van de safe. Blijft raar, hè? Blijft raar. Ik bedoel, als je dan toch al die moeite doet... Nou, misschien zit juist daar de oplossing. Hoe dat? Ik denk maar hardop. Wat raar lijkt, kan mogelijk heel doortrapt bedacht zijn. Aha. Een terrasje aan het doen, heren? Mevrouw de substituut? In eigen persoon. Enig bezwaar dat ik er kon bijzitten? Nee, natuurlijk niet. Oké. Dat is ook een toeval. Ik wil zeggen dat u ons hier vindt. Niet echt, commissaris. Ik heb mijn bronnen, ziet u. De Houwerstraat. Misschien. In elk geval iemand die mij onder andere kon vertellen dat L'Estaminé uw stamcafé is. Onder andere? Als je met iemand moet samenwerken, kunt je maar het best goed geïnformeerd zijn over hem. Vindt u ook niet, meneer de commissaris? Zullen we eens een rand opmaken? Ja. Wat weten we nu al? We weten hoe de inbrekers eruit zagen en waarschijnlijk ook hoe ze zich verplaatsten. Die Mercedes Breck die er in de buurt gezien is. Juist. Zou moeten lukken. Even laten checken, kan je kwaad, Peter. We hebben toch de nummerplaat, hè? Hier, kijk. NRS625. Ze hadden een sleutel van de winkel. En de alarmcode. Maar niet die van de safe. Blijft raar, hè? Blijft raar. Ik bedoel, als je dan toch al die moeite doet... Dan... Nou, misschien zit juist daar de oplossing. Heren, op het succes van ons onderzoek. Ja. Ja, dat is goed, hè, zo'n duvelke. Vooral als je je glas een beetje omhoog houdt en de zon de kans geeft om dat goudgele vocht omkrans. En als je dan je hoofd een beetje schuin houdt. Guido, we zitten hier niet op het terras om een reclamespot te maken. We zijn met een onderzoek bezig, weet je nog? Goh, wat een geluk dat hier nog iemand is die ook aan het werk denkt en niet alleen aan het genieten. Niet waar, commissaris? Wat wilt je daarmee zeggen? Ja, alleen maar dat u een duvel al lang leeg is en wij moeten er nog aan beginnen. Enfin, brigadier. Wat dat onderzoek betreft, heb jij nog iets interessants vernomen van Vermeulen? Ja, hij heeft vingerafdrukken gevonden. Ja? Ja? Dat is een prestatie voor Vermeulen. En wat voor vingerafdrukken?
En waarom? Op de enveloppen waar het cryptogram in zat. En dat zegt je nu pas? Ja, en we weten ook al van wie ze zijn. Versavel. Moet ik het eruit sleuren of wat? Van wie zijn ze? Van u. Meneer Versavel, dat was een zwakke poging om grappig te zijn. Ik word zo dan zo geslaagd. Met andere woorden, Vermeulen heeft niets verdachts kunnen vinden. Ja, het zou me sterk verwonderd hebben als dat wel het geval zou geweest zijn. Ook niets over de herkomst van die springstof? Experts van het NIC zijn met ontsteking bezig. Dat wil zeggen, met wat er van overblijft. Ze vrezen dat de oorsprong van de Semtex niet te achterhalen is. Dat is niet moeilijk. Dat spul wordt met containers vol verhandeld. Iedereen die nog maar een halve connectie heeft met het milieu, kan het thuis geleverd krijgen. Ja, en daarbuiten hebben we alleen die verdachte Mercedes stationcar met nummerplaat. Ja, die meer dan waarschijnlijk gestolen is. Nee. Ja. We kunnen ons beter richten op die beveiligingsfirma. Ik kan er nog altijd niet bij dat die inbrekers zomaar in staat waren het alarm te laten uitschakelen. Maar dat is toch verdacht? Ja, die firma vindt dat helemaal niet verdacht. Het schijnt wel meer voor te komen dat Jean-Luc Vrooman zijn zaak na sluitingstijd bezoekt en dat hij dan het alarm laat uitschakelen. Ja, hij blijft meestal ongeveer een uur en dan schakelt hij het alarm weer in. Misschien spreekt hij daar wel af met een maîtresse. Of met een minnaar. Ja, natuurlijk. Ja, maar vandaar die chambre séparé en die champagne en die sfeerverlichting. Versavel. Guido. Guido. Zou je het erg vinden om mij met de commissaris alleen te laten? Ik heb nog iets met hem te bespreken onder vier ogen. Ik heb je toch niet op bepaalde ideeën gebracht? Wat? Oh, nee. Je kunt gerust zijn. Het is puur zaak. Tot morgen dan. Pieter, voorzichtig, hè. Ik spreek je morgen nog wel. Ja. Je moet mij niet verkeerd begrijpen, Van In. Of mag ik Pieter zeggen? Pieter is goed. Maar ik zie dat het al laat is en ik moet eigenlijk dringend naar huis. Oh, wacht er iemand op u? Nee, al lang niet meer. Maar... Goed, dan loop ik even met u mee. Ik zal er niet onderuit kunnen, zeker. Ja, ik wou u even alleen spreken, omdat procureur Beekman mij gevraagd heeft om die zaak Vrooman te klasseren. Wat lief. Ja. Dat was voor mij ook een verrassing. Maar hoe is dat nu toch mogelijk? Hebben ze weer schrik dat we op zere tenen gaan staan? Wie zit daarachter? Ik zou het niet weten, maar... Kan ik hieruit besluiten dat jij dat ook niet ziet zitten, zo'n doofpotoperatie? Dan moet je zeker besluiten. Ah. Eindelijk gebeurt er eens iets en dan zouden we het niet mogen oplossen. Wel, dan zijn we het hier in elk geval roerend over eens. Dat mocht gerust zijn. Ja. Ah, hier zijn we aan de vette vispoort, heer Bonnek. Wilt je nog iets drinken? Je moet niet, hè. Ik stel het maar voor, want als je geen tijd hebt... Heel graag, Pieter. Wat? Een drankje. Ja. Dit is de eetzaal, eerwaarde. We hebben nog een maaltijd voor u bewaard. Ja, dat komt dan goed uit, want ik heb razende honger. Ja. Brood. Volkoren brood, met koffie. Ja, eigenlijk valt dat nogal mee, mijn honger. Ik denk dat ik dan maar toch een beetje zal vasten. Ik denk tot morgen vroeg. Wilt u mij dan nu volgen naar uw cel? Ja. Het is hier wel rustig. Wij kloosterzusters eerbiedigen de rust. Ja, amen. Ik bedoel, vanzelfsprekend... Die stilte is... Dit is uw cel. Dat ziet er ook heel goed uit. Ja, netjes, sober. Ik denk... Hallo? Was is weg. Amai, dat gaat hier op mijn beste tijd nog niet zijn. Dat is nog erger dan in een bak. Ja, even u Hubert bellen, dat alles in orde is. Hallo? Hubert? Ik ben het, Guy. Guy? Ik heb u toch gezegd niet te bellen? Kan er daar iemand horen wat gezegd? Bellen? Nee, ik zit in mijn cel en ik bel met mijn gsm. Ik wilde alleen maar melden dat ik binnen ben en dat alles volgens het plan loopt. Oké. Haak dan nu maar in en bel me alleen als je in nood bent. Alleen in geval van nood. Begrepen? En Pieter? Was het nog een interessant gesprek gisteren met onze mooie substituut? Versaveltje, dat ga ik nu eens niet aan uw neus krangen. Hmm.
En ook niet waarom we op het matje moeten komen bij de key. Nou, dat is voor mij even goed een vraag. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik wel weet waar de klepel hangt. Binnen. Ah, eindelijk. Versavel die heb ik niet nodig, hè? Van in is voldoende. Ja, volgens mij is hij wel nodig. Versavel heeft de eerste vaststellingen gedaan. Ja, ik maak wel uit wie ik wil spreken en waarover. Hè? Versavel, bedankt. Wat zei u, Versavel? Ik zei dat u ook bedankt bent. Ik mag beschikken, ik heb nog zoveel werk. Ja, begin er dan maar aan en doe de deur achter u dicht, hè? Ik protesteer officieel tegen het feit dat Versavel mijn rechterhand van in, en de... Vanin, ga zitten. Vanin, ik heb Versavel hier niet nodig. Hè. Ik wil u alleen maar complimenteren met het werk dat je reeds gedaan hebt. Ik heb nog niet zoveel gedaan. Vanin, ik heb gisteravond nog een gesprek gehad met de procureur en met de burgemeester. Oh god, het zwaar geschud wordt en dus in stelling gebracht. Ik zeg wel, beiden zijn van mening dat er niet te veel ruchtbaarheid aan deze zaak gegeven moet worden. Hè. Ze zal sowieso toch wel geclasseerd worden. Dat kan wel zijn. Maar ik denk dat Vrooman... Het is op vraag van Jacques Vrooman zelf. En jij gaat daarmee akkoord? Pieter, soms moet een... Ja, moet zelfs een hoofdcommissaris zich schikken aan de wensen van hogere hand. Wel, dat is niet mijn manier van werken. Ik laat me niet voor de kar van de familie Vrooman spannen. Jacques Vrooman is een man met veel invloed, hè? Politieke invloed. Je zou beter een beetje meer aan uw carrière denken van een. Is dat alles wat je mij te zeggen hebt? Misschien kunt u een paar weken verlof nemen, als dat uw geweten kan sussen. Nee, bedankt. Ik woon in Brugge en het is zomer. Wat kan een mens nog meer wensen? En als je mij nu wilt verontschuldigen, ik ben met een zaak bezig. De zaak Vrooman. Ik waarschuw u van in. Dit is een bevel. Tot uw orders, hoofdcommissaris. Jacques Vrooman is een man met veel invloed, hè? Politieke invloed. Je zou beter een beetje meer aan uw carrière denken van een. Is dat alles wat je mij te zeggen hebt? Misschien kunt u een paar weken verlof nemen, als dat uw geweten kan sussen. Nee, bedankt. Ik woon in Brugge en het is zomer. Wat kan een mens nog meer wensen? En als je mij nu wilt verontschuldigen, ik ben met een zaak bezig. De zaak Vrooman. Ik waarschuw u van in. Dit is een bevel. Tot uw orders, hoofdcommissaris. Kom al. De mens krijgt nog niet de tijd om zich aan te krijgen. Oh, jij zegt het. Oh, wauw, zeg, een naakte man. God, dat is meer dan ik verwacht had. Ik heb wel een handdoek rond. Oh, dat had ik nog niet gezien. Zo ver was ik nog niet. Mag ik binnenkomen? Ja, ik kom wel juist uit de douche en ik heb nog niet opgeruimd en... Zal de deur maar achter mij dicht doen, zeker? Anders denken de toeristen dat jij ook een van de attracties bent. Ik wou een duveltje gaan drinken in de tuin. Een beetje profiteren van het zonnetje. Dan doen we dat toch samen? Ah, ja, waarom niet? Oh, Pieter, zeg, zo'n tuin. Een rij in het midden van Brugge. Oh, dat is paradijs. Ja, gelukkig weet je niet wat ik per maand moet betalen om dat paradijs hier te mogen houden. Je zou er niet goed van zijn. Alsjeblieft, gezondheid. Gezondheid. Pieter, ik kom je eigenlijk ophalen om een lid van de familie Vrooman te bezoeken. Veronique Vrooman, de oudste zus van Jean-Luc. Wacht eens. Moet eens even nadenken hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zal u helpen. Jacques Vrooman, de vader van Jean-Luc, is in 1942 getrouwd met barones Agnès Descamps de Marquignan. En hun eerste kind was een dochter, genaamd Veronique. Veronique, ja. Nu, de andere kinderen zijn na de oorlog geboren. Jean-Luc, Claire, Marie-Alice en tenslotte Julie. Moet u dat allemaal onthouden? Van die kinderen wonen alleen Jean-Luc en Claire in Brugge. Marie-Alice is in het klooster gegaan, in Marche-les-Dames. En Julie is gedomicilieerd in de Pannen. Ja, je vergeet Veronique. Waar is de oudste dochter gebleven? Volgens wat ik te weten gekomen ben, woont ze in Loppen. En ik zou willen voorstellen om ons onderzoek met Veronique te beginnen. Of, nou, heb jij een beter idee? Geen bezwaar, dat lijkt me logisch. En daarom ben ik hier. Ik wou je voorstellen om samen naar Loppen te rijden en haar met een bezoekje te vereren. Oké. Alhoewel, ik weet niet of je dat al weet, maar ik heb gisteren van de Kee de opdracht gekregen om de zaak blauw-blauw te laten. Ze willen ze zo vlug mogelijk laten klasseren. En zijt je het daarmee eens? Bij lange nu. Dus, je gaat mee. Mijn duvel is op.
We kunnen vertrekken. Fantastisch. Maar zou je dan niet eerst iets anders aantrekken dan die handdoek? Het is maar... Enfin, ik weet niet of die mensen in Lopem zoiets gewoon zijn als uniform van een commissaris. Dat zou het huis moeten zijn. Dat ziet er niet goed onderhouden uit. Je moet die tuin zien. Precies in 10 jaar niks aan gedaan. Het heeft anders wel iets. Zo'n 19e-eeuws buitenverblijf. Oh, ik vind het prachtig. Prachtig geweest, wilt je zeggen. Dat smeedijzeren hek is meer een vroeste hoop ijzer dan wat anders. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hier nog iemand woont. Nee. En zeker niet iemand van de familie Vrooman. Waar ze meer geld hebben dan dat er hier straatstenen liggen. We zouden beter in de buurt navraag doen. Kijk, het is precies of u gehoord hebben. Dan komt de madame kraan geleden. Mevrouw. Mevrouw, mogen wij iets vragen? Ja. Wij zijn van de politie en... Oh, is er iets niet in orde met mijn velo? Zo te zien is uw velo goed in orde, mevrouw, maar... Ik kan wel mijn pas niet bij, hè. Ja, ik moest ik maar juist een keer van thuis naar 2 straten verder naar mijn moeder en... Ja, ik ben de vrouw van de smid, van Torp, van Louis, van Jeff, van... Maak u zich geen zorg, mevrouw. We zijn niet geïnteresseerd in uw velo. Niet in uw moeder en niet in uw man. Wij zouden graag wat meer weten over de bewoners van dit huis, mevrouw. Ah, oh, maar dat is, ja. Het wordt tijd dat er hem dan een keer iemand mee bezighoudt. We klaan bij de rojaren bij de burgemeester. Je zoet een keer moeten weten wat er s'nachts allemaal gebeurt, hè. S'nachts? Ah ja, in de weekends. Dat staat hier altijd vol met brommers en een hoop van die jonge gasten en meisjes. Wie weet wat er daar allemaal gebeurt. Het huis is dus onbewoond. Volgens onze informatie woont hier Veronique Vrooman. Oh, madame. Het is al zeker 20 jaar alleen dat hier nog een keer iemand van de familie Vrooman geweest is. Je bent daar zeker van? En mij ook, meneer. We zijn met erin in een dorp, hè. En weet u dan soms ook waar Veronique Vrooman naartoe is? Dat zou het op het gemeentehuis moeten gaan vragen, ze. Ik weet er wel veel, maar dat het niet gebleven is, dat weet ik niet. Veel beweging is hier niet te zien. Ja, na de fusionering van Loppen met Zedelgem werken hier nog maar een paar mensen. Daar, zullen we eens gaan kijken aan dat loket. Meneer. Ja, goeiedag. Waarmee kan ik u helpen? Substituut Martens en commissaris van in. Oei, er is toch geen moord gebeurd op hem? Niet dat we weten. Nee, nee, het gaat gewoon om een paar inlichtingen, meneer. Ja. Het huis van Vrooman in de Rijsselse straat 11. Ja. Kunt u ons zeggen waar we Veronique Vrooman kunnen vinden? U bent toch echt van de politie? We zullen ons graag legitimeren. Ah. Alsjeblieft. Ja, goed, dank u. Jawel, Veronique Vrooman die zit al meer dan 20 jaar opgesloten in een psychiatrische instelling. In Sint-Michiels. Bent u daar zeker van? Ja, als we het over Veronique hebben, de oudste dochter van Jacques Vrooman, dan ben ik daar heel zeker van, ja. Je wilt daarmee zeggen dat ze al 20 jaar gek is? De familie. De familie heeft dat daar geplaatst. Maar volgens mijn vader was dat dus opgezet spel, hè. Leg daar eens wat meer uit. Het schijnt. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat ik het alleen maar van horen zeggen heb. Was het een zet van Jacques Vrooman om de schande uit te wissen die zijn dochter M en zijn familie heeft aangedaan. Allee zeg, is dat waar? Pas op, er worden natuurlijk veel verhaaltjes rondgestrooid, hè. En geen mens die weet hoe dat juist in elkaar zit. Ja, maar het resultaat is wel dat Veronique Vrooman in een psychiatrische instelling zit. Ja, ja, ja. Bedankt, jongeman. Ja, dank u. Op naar Sint-Michiels? Yep. Ik heb altijd al eens willen zien hoe zo'n gekkenhuis er aan de binnenkant uitziet. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat ik het alleen maar van horen zeggen heb. Was het een zet van Jacques Vrooman om de schande uit te wissen die zijn dochter M en zijn familie heeft aangedaan. Allee zeg, is dat waar? Pas op, er worden natuurlijk veel verhaaltjes rondgestrooid. Hè. En geen mens die weet hoe dat juist in elkaar zit. Ja, maar het resultaat is wel dat Veronique Vrooman in een psychiatrische instelling zit. Ja, ja, ja. Bedankt, jongeman. Ja, dank u. Op naar Sint-Michiels? Yep. Ik heb altijd al eens willen zien hoe zo'n gekkenhuis er aan de binnenkant uitziet. Ja?
Van In en Martens. Komt u binnen. Ik voel me al niet meer op mijn gemak. Zie dat ze me straks niet meer willen laten gaan. Rustig. Ik zal uw handje vasthouden. Waarmee kan ik u helpen? We zouden graag Veronique Vrooman bezoeken. Wie zegt dat er iemand van die naam bij ons verblijft? Is dat niet het geval dan? Wie bent u? Dit is mevrouw Martens, substituut bij het parket, en ik ben commissaris van In. Ja. Wilt u me dan volgen? U kunt hier even wachten. Ik zal het diensthoofd verwittigen. Ja, nu ik die verpleegster gezien heb, heb ik er nog minder vertrouwen in dat we hier nog gezond buiten geraken. Heb je die blik gezien? Ja, ze keek naar u alsof je een patiënt werd. Heel erg wanend, hoor. Zie ik er dan zo abnormaal uit? Ik weet niet. In ieder geval aan haar gezicht te zien, had je ons net zo goed kunnen voorstellen als Cleopatra en Caesar. Daar zou ze al even weinig van geloofd hebben. Nou, ik ben misschien wel gek. Maar nog niet zo gek dat ik me hier vrijwillig zou komen aanbieden. Daar moet je wel echt zot voor zijn. Hoewel, in ons vak kan het geen kwaad om een beetje getikt te zijn. Ah, goed idee. Voor de opleiding van magistraten. Een verplichte stage in een psychiatrische instelling. Zeg, is dat persoonlijk bedoeld soms? Oeh, ik zou niet durven, mevrouw de substituut. Het is u geraden, Caesar. Mevrouw, meneer. Het bevalt u precies heel goed. Excuseer, meneer. Hannelore Martens, aangenaam. En dit is commissaris Van In. Wij komen in verband met een patiënt, Veronique Vrooman. Ik ben dokter De Boever, hoofdpsychiater van Sint-Michiels. Mag ik u vragen in welk verband u mevrouw Vrooman wil ontmoeten? Iemand beweert dat Veronique Vrooman hier ten onrechte werd geplaatst. En ik moet onderzoeken of er gegronde redenen zijn om de procedure te herzien. Staan daar geen officiële kanalen voor? Natuurlijk, dokter, maar u kent waarschijnlijk de positie van de familie Vrooman. En als ik daar dan nog aan toevoeg dat het een lid van de familie is die de collocatie ongedaan wil maken, dan begrijpt u waarschijnlijk ook dat men voor een meer officieuze benadering kiest. Het lijkt mij bijzonder verstandig, maar toch vrees ik dat ik u niet kan helpen. Medische gegevens zijn strikt geheim en ik kan niet spreken wanneer ik als expert voor de rechtbank gedaagd word. Wij vragen u niet om medische gegevens. We zouden alleen even willen spreken, een paar minuutjes maar, meer niet. Ik vrees dat ik ook dat verzoek niet kan inwilligen. Veronique Vrooman is heel zwak en in haar toestand kan iedere ongewenste emotie schadelijk zijn. Maar mogen we haar dan tenminste even zien? Desnoods door de kijkgat in de deur. Als u erop staat. Volgt u mij? Dank u. Ik heb alleen het beste voor met haar en ik zou niet willen dat u haar valse hoop geeft. Ik betwijfel trouwens dat ze dat echt zou beseffen. Nou, we zullen haar niks vragen. Beloofd. Hm. We zijn er. Dit is de ontspanningsruimte. Ik zou er nu echt niks op tegen hebben als je mijn handje zou vasthouden. Er is een verschrikking hier. Het is maar goed dat die mensen niet beseffen dat ze hier zitten. Maar ik hoop tenminste dat ze dat niet beseffen. Daar is mevrouw Vrooman. De dame die zit te breien. Oh, zo elegant. Ze verschilt zo van de anderen. Oh, weet zeker, dokter, dat ze echt helemaal heel niet... zeker. Mogen we iets dichterbij gaan? Ja, natuurlijk. Oh, zo op het eerste gezicht zou je toch niet zeggen dat ze iets mankeert, hè, Pieter? Nee. Ziet je wat ze aan breien is? Babysokjes. Oh, en ze ziet er zo normaal. Zo rustig, zo tevreden. Maar behalve haar ogen. Haar ogen, die passen niet bij haar. Het lijken wel zegen van verdriet. Monsieur, een trappiste alsjeblieft. Ah, een moment. Mijn zuster is daar. Julie, wat drinkt jij? Espresso. Hm. Je hebt mijn message gekregen. Anders zou ik hier niet zitten. Hm. Waarom moest je mij per se spreken? Ik heb toch alles gedaan wat je mij gevraagd hebt? Oei, oui, dat was heel goed. D'ailleurs, ik ben uw broer, hein, en ik ben bezorgd om u. C'est normal, non? Daar heb ik anders in het verleden niet veel van gemerkt, jongen. Ja, alleen als je mij kon gebruiken voor een van uw vuile zaakjes, zoals nu. Julie, ce n'est pas le moment pour se disputer. Kom, Jean-Luc. Zeg wat dat je te zeggen hebt en laat mij dan in rust. Heb je het geld bij je? Mm, genoeg. Wat kost een gram heroïne tegenwoordig? Veel te veel.
Je komt toch niet naar hier om mij de les te spellen? Nee. Ik kom zien of ik u kan helpen. Is niet nodig. Kom, geef mij dat geld. Dat is het enigste wat mij interesseert. D'accord. Tja. Vamille. Dat is niet slecht, hè, broertje? Tu vas pas recommencer, hè? Wat verwacht je nu nog van mij? Julie, tu me connais. Je laisserai jamais tomber ma petite sœur. Jamais. Goedemorgen, commissaris. Morgen, Karin. Wat goed nieuws op deze heer. Alleen maar dat de kei u al meer dan een uur aan het zoeken is. Dat is geen nieuws, dat is dagelijkse kost. Ja, maar en ik ben niet goed gezind, die. Ik zou maar oppassen, moest ik van u zijn. Moet mijn kogelvrij vest toch niet aantrekken? Jammer, sir. Van in mijn bureau. Nu. Ook goedemorgen. Doe die deur maar achter u dicht. U hebt u niet aan ons afspraak gehouden? Kunt u een beetje duidelijker zijn? Van in kom je niet in de nozel uithangen, hè? Ik waarschuw u. Eerst was er die oproep via de radio. En nu heb ik vernomen dat je toch contact gezocht hebt met de familie Vrooman. Tegen mijn instructies in. Macht ter gewoonte. Ik bedoel, ik kan het niet laten om op onderzoek uit te gaan wanneer er zich een spoor aandient. Ik ga u helpen, Van in. Pardon? Hoe laat is het? 22:30. Vanaf nu, Van in, zet je met verlof. Wat blief? Voor mijn part gaat je naar Tenerife of op safari in Afrika, maar ik wil je voorlopig niet meer zien. Is dat begrepen? Wilt je daarmee zeggen dat het onderzoek in de zaak Vrooman wordt stopgezet? Je bent nog slimmer dan ik dacht, Van in. Daar is de deur en ik wens u een prettige vakantie.